Wat is strikte isolatie? Is als een patiënt wordt opgenomen in een speciale isolatiekamer. Dat is een kamer waarin onderdruk is, waarin een sluis zit tussen de kamer en de gang. En waarin de verpleegkundige extra maatregelen en ook de dokters gaat nemen voordat ze bij de patiënt naar binnen gaan. Daar gelden ook voor het bezoek gelden daar speciale maatregelen. Hè. Verpleegkundigen en iedereen die daar binnen gaat heeft een jas aan, handschoenen aan, spatbril op, een mondmasker voor en ook een muts op om het personeel, maar ook de patiënt maximaal te beschermen.